paar jaar hebben we erop moeten wachten, maar eindelijk is hij dan hier. De opvolger van de DJI Inspire 2, de Inspire 3. Klanten van de Inspire 2 hebben al jaren met smart op deze opvolger te wachten. Van de hele productline-up was eigenlijk de Inspire de enige die nog als oudste toestel niet vervangen was door een opvolger of een nieuw model. Het heeft een aantal jaar geduurd, maar die upgrade is het wachten waard geweest. Want je ziet dat eigenlijk alle pijnpuntjes die nog in de Inspire 2 zaten en de nieuwe technieken die inmiddels in de andere toestellen zichtbaar waren, terug zijn gekomen in deze Inspire 3. We gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet en wat er allemaal bij geleverd wordt. Kijken of ik hem zo open krijg. De Inspire 3 wordt standaard geleverd in deze koffer. En dat is een beetje een softshell plastic koffer met van die 360 zwenkwieltjes aan de onderzijde. Waar eigenlijk de standaard set in zit. Het toestel is ook maar in één variant te krijgen. Dat is deze combo zoals die hierin zit. En daar zit onder andere de Inspire in met camera en 3 sets batterijen. Wat zit daar nou allemaal los in? We hebben uiteraard het toestel zelf. Die zit in de welbekende travel stand plat in de koffer. Dan hebben we eigenlijk 2 van deze dozen. Die zijn qua vorm exact hetzelfde. Maar in de ene zit de camera. Daar zit de X9 in. Daar komen we zo ook nog even rustig op terug. En dat andere doosje is eigenlijk een accessoire doosje. Want daar kan je 4 lenzen in kwijt. Die lenzen zitten er standaard niet bij. Maar dezelfde lenzen van de Inspire 2, de 24, de 35 en de 50 zijn compatible. De 16 mm van de Inspire 2 niet, want dat was nooit een full frame lens geweest. Daar is een nieuwe 18 mm voor in de plaats gekomen. En daar gaan we zo ook even naar kijken. Dan hebben we uiteraard de welbekende stapel met snoertjes. Met alle netsnoeren voor de oplader en ook wat reserve dingetjes ernaast. Hier zitten de reserve props in die erbij zitten, een setje. Even aan de kant. Dan hebben we hier de boekjes die erbij zitten met wat losse accessoiretjes nog. Daarnaast zit de schouderband. Die schouderband die kennen we ook eigenlijk van de strap bracket van de Matrice 30. En zo'n soort bracket zit nu standaard op de remote bij de Inspire 3. Dan hebben we hier een klein vakje zitten, maar niet onbelangrijk, de DJI SSD 1 TB. Die gaat bovenin het toestel en dat is dezelfde SSD die we kennen van de Ronin 4D. En dan hebben we natuurlijk de DJI RC Plus, de remote die nu standaard bij de Inspire meegeleverd wordt. Ook die kennen we van de Matrice 30, maar dan met een net andere bracket. Dat ga ik je zo laten zien. En dan zit hier aan de bovenkant van de koffer zitten 6 batterijen. Ik haal even 1 setje batterijtjes eruit voor het beeld. En dan hebben we hier in de deksel, niet onbelangrijk, de oplader zitten. Die zit mooi weggewerkt aan de bovenkant. En die oplader is een soort charging hub eigenlijk. Aan deze kant nog een paar extra reservepropellers zitten. USB snoertje. En dan zijn we eigenlijk helemaal rond in de koffer. Die koffer even dicht en iets aan de kant, zodat we iets meer ruimte hebben. Dan beginnen we eventjes bij de accessoires. We beginnen even bij de charging hub. De charging hub lijkt een beetje op de charging hub die we kennen van de Mavic 2. Alleen dan een stuk groter en met een lader ingebouwd. Er zit aan de voorkant een klein schakelaartje voor de laadinstelling en een USB-poort om op te laden. Aan de achterzijde zit de stroomaansluiting waar het netsnoer in gaat. En als je dan plat houdt, dan klapt die eigenlijk naar beide kanten open. Zodat je hem plat op tafel kunt leggen. En dan heb je aan beide kanten 4 aansluitingen. Dus je kunt totaal 8 batterijen hierop kwijt om ze aan te sluiten. En dan doet hij hetzelfde als een laadkoffer tegenwoordig. Dus hij laat 2 batterijen tegelijk op. Maar je kunt ze er wel allemaal in doen, zodat hij ze achter elkaar doorlaat. Als je dan zo'n batterij hebt, dan gaat hij gewoon zo van boven rechterin. Gaat het lampje aan zodra de stroom op staat. En zo kun je 8 batterijen tegelijk op de laadhub aansluiten. Maar als je hem dus niet gebruikt, kun je hem makkelijk opklappen. En dan zo'n klein blokje meenemen. Of in de koffer kwijt. Dan hebben we de batterijen. Nou, die lijken qua vorm best wel heel erg op wat we gewend zijn van de Inspire 2. Dit is de TB51. De TB50 was de Inspire 2. En qua vorm en formaat komen die redelijk met elkaar overeen. Het is net inmiddels een iets andere batterijtechniek. Maar in grote lijnen komt dat heel bekend voor.
Dan hebben we de afstandsbediening. En die afstandsbediening, zoals ik zei, die kennen we in principe van de Matrice 30. Dat is de DJI RC Plus. En dat is een hele fijne remote met een groot 7-inch scherm erin. Alleen zit er een klein verschilletje ten opzichte van de remote van de M30. Voor de M30 heb je de strap bracket. En dat is eigenlijk het voorste stukje wat je hier ziet. Want dan krijg je twee van deze beugeltjes samen met het mooie zwarte nekbeugel die ik je liet zien. Zodat je die remote hieraan kan ophangen en zo goed tegen je buik aan kunt hangen. Alleen bij de Inspire hebben ze nog een extra beugeltje gemaakt. En die zit eigenlijk in die beugel verwerkt aan de achterkant. En dat is deze hendel. Die kun je zo openklappen en die steekt dan onderuit. En de reden dat ze dat gedaan hebben is om ervoor te zorgen dat als je die remote gebruikt, die hangt hem om je nek heen, dat je zeker voor de camera operator die remote wat verder van je buik af kunt hangen en hem wat meer voor je kunt houden dan dat je hem zonder dat beugeltje zo onderaan tegen je buik hebt, waardoor je meer naar beneden moet kijken. Wat zeker dus voor de camera operator een stuk makkelijker is. Dus het lijkt op dezelfde beugel, maar die is net iets uitgebreider. De schouderband is verder hetzelfde. En verder qua remote is het dus ook gewoon de RC Plus zoals je dat gewend bent. Met aan de achterkant de mogelijkheid om een BB37 batterij erin te doen. En verder alle knoppen en dingen die er op die standaard remote ook zitten. Aan de bovenkant zitten nog wat aansluitingen. Die zitten achter waterdichte kapjes. Dus die zijn allemaal spatwaterdicht. En daar heb je onder andere een USB-C aansluiting. En de HDMI output om te gebruiken om een live feed te streamen. En een van de grote verschillen met de Inspire 3 is dat hij nu op de nieuwste OcuSync versie draait. En dat hij over die verbinding een real-time livestream van 4K kan doen. Alle beeldverbindingen tot nu waren eigenlijk altijd full HD. Maar de Inspire 3 kan je in een bepaalde stand zetten dat hij dus een 4K livestream naar beneden streamt. Zodat als je voor live toepassingen dat in de broadcast wil gebruiken, dat je dus een 4K output aan kunt leveren bij de regie. Dan hebben we die 1 terabyte SSD. Heel klein chipje, maar zeker niet onbelangrijk. Hier zit dus 1 terabyte opslagvermogen in. En die gaat aan de bovenkant in de Inspire 3. Dus er zit dit kapje onder. Deze. Die kun je open doen. En dan kan die 1 terabyte SSD zo in het toestel. Kapje dicht. En dan zit je opslag erin. En op die manier kun je die dus ook heel erg eenvoudig wisselen op het moment dat dat nodig is of dat die vol is. Het harnas hebben we ook besproken bij de remote. Dan hadden we het eventjes over de lenzen. Er zit dus een lensdoosje bij die leeg is. De Inspire 3 wordt standaard zonder lenzen geleverd. Dus dat is een belangrijke om te weten. Van de Inspire 2 lenzen zijn dus de 24, de 35 en de 50 mm compatible. De 16 niet, want dat was geen full frame lens. Maar als vervanger daarvoor hebben ze nu de 18 mm lens uitgebracht. Om toch weer zo'n soortgelijke range te hebben. Daarbij is wel belangrijk om aan te geven dat het een full frame sensor is. Dus dat de crop factor van de Inspire 3 anders is dan van de Inspire 2. En dat daardoor die lenzen een iets andere kijkhoek hebben dan je wellicht gewend bent. Dan gaan we toestel even uit travel modus halen. Want dan kunnen we ook de camera eronder gaan hangen. De batterijen gaan er, net als bij de Inspire 2, aan de achterzijde in. Dus we hebben hier een tweetal batterijen die zo aan de achterzijde erin gaan. Even de rubberdopjes nog afhalen. Die zitten nog op de stekkers. Zo. Klik. En deze ook. Dan zit hieronder de twee hendeltjes waarmee je die ontgrendelt. Als je de batterij weer wisselt. Dat is ook een fijne omdat je dus nu makkelijker één batterij per keer kan wisselen door één kant dat hendeltje in te drukken. Bij de Inspire 2 was het een rond knopje en die bestond wel uit twee delen, alleen die was heel moeilijk per stuk in te drukken. Het trucje van travel mode is ook nog steeds hetzelfde. Dus als je 5 keer op de aan- en uitknop drukt, 2, 3, 4, 5, dan zie je ook die lampjes hier oplopen. Dan gaat het toestel aan en dan trekt hij hem uit travel modus. Komt het toestel omhoog te staan. Dat komt dus weer even uit. Zodat we de camera en dingen eronder kunnen hangen. Nou, en op het moment dat hij zo uitgeklapt is, maar even kwartslag draaien, dan zie je ook een heel duidelijke nieuwe feature van die Inspire 3. En dat heeft te maken met de stand van het toestel. Zoals je ziet heeft de Inspire 3, net als de Inspire 2, die armen die hij omhoog klapt. Alleen er is het grote verschil is dat de hoek van het toestel verandert afhankelijk van hoe die armen geklapt zijn. Op het moment dat hij staat zoals hij nu staat,
met de armen dus naar beneden geklapt, dan zie je eigenlijk dat het toestel zelf, zo, dus de body van het toestel, die staat schuin omhoog. En dat zorgt ervoor dat de camera ten opzichte van het toestel nu gigantisch ver omhoog kan kijken. De camera die kan tot bijna 80 graden recht omhoog kijken in deze stand. Op het moment dat de armen naar beneden klappen, of eigenlijk toestel naar beneden, armen omhoog, dan komt deze body ten opzichte van de motoren netjes recht te staan. En dan hangt de camera er dus onder zoals je gewend bent. En is die uitermate stabiel voor de hoge snelheidsdingen en zo die je wilt doen. Dus op het moment dat je shots wil maken wat meer van onder of deels onder een object door bijvoorbeeld, dan kun je door het toestel in deze stand te vliegen heel ver met die camera omhoog kijken. En dat is dus wel een mooie nieuwe feature die daar ingebouwd zit. Nou, verder hebben we in het toestel dus de batterijen aan de achterzijde zitten. Die zijn hot swappable. Dus je kan, omdat je nu die lokjes per batterij hebt, heel makkelijk één batterij losklikken. Die eruit halen. Nieuwe batterij er weer terug in doen. Andere batterij eruit klikken. Daar een nieuwe in doen. En op die manier je batterijen verwisselen zonder dat je het toestel tussendoor aan en uit hoeft te zetten. Zodat je snel weer verder kunt met vliegen. De toestel heeft een aantal nieuwe sensoren en upgrades gekregen. Een van de grootste is de upgrade aan de FPV-camera aan de voorkant. Er zat al een klein FPV-cameraatje in de Inspire 2. Maar de beeldkwaliteit van deze FPV-camera is enorm verbeterd. En daardoor vele malen beter bruikbaar. De sensoren op het toestel zijn aangepast. Want waar je vroeger bij de Inspire 2 eigenlijk alleen naar de voorkant toe twee obstakelsensoren hebt, is dat nu volledig rondom. Je ziet aan de onderzijde, zoals we van meer toestellen gewend zijn, het vision positioning systeem met, ik zal het even zo proberen te laten zien, met twee camera's, een infrarood sensor en een LED die ervoor zorgt dat als je in het donker wil landen, dat die de grond kan uitlichten voor de vision positioning. Aan de bovenzijde van het toestel, hier achter de SSD-aansluiting, zitten ook twee camera's om naar boven obstakels te detecteren. En in de armen van het toestel, even proberen te laten zien, zitten eigenlijk hier onder de motor zit een camera. En dat zit op alle vier de hoeken. Die zit hier ook. En dat is eigenlijk hetzelfde principe zoals nu in de Mavic 3 zit. Die hebben ook op de vier hoeken van de body een wide-angle lens om rondom die 3D-obstakelherkenning te doen. En dat heeft de Inspire 3 dus ook, maar dan rondom op de vier punten bij de motoren ingebouwd. Qua elektronica aan de binnenkant zijn er ook een paar zaken veranderd. En een van de grootste verschillen daar is dat de Inspire 3 nu beschikt over RTK GPS. En dat is een functie die we eigenlijk kennen vanuit het mappen en vanuit de 3D-industrie. Alleen die RTK heeft twee voordelen in dit toestel. Allereerst zorgt RTK voor een hele nauwkeurige locatiebepaling. Zeker op het moment dat je dat gebruikt met ons drone RTK-netwerk. En wat je daardoor krijgt, is dat de locatie van het toestel op de centimeter nauwkeurig wordt. En dat in combinatie met een aantal van de automatische functies, zoals bijvoorbeeld Waypoint Pro, 3D Dolly of de Spotlight Pro features, zorgt ervoor dat je heel nauwkeurig een bepaalde beweging automatisch kunt laten vliegen. Je kunt daarbij ook een bepaalde beweging opslaan en die op een later moment weer herhalen. En wat je daardoor kunt doen, is een bepaalde missie of een bepaald shot één keer in RTK GPS goed opslaan en vervolgens met één druk op de knop op de centimeter nauwkeurig diezelfde missie vliegen. Zodat je constant hetzelfde shot kunt herhalen en zelfs kunt knippen in die shot zonder dat je eigenlijk verschil ziet qua locatie. Dus dat brengt hele mooie nieuwe creatieve mogelijkheden. Een tweede toegevoegde waarde van het RTK systeem is het feit dat er twee RTK GPS antennes in het toestel zitten, waardoor die niet alleen zijn locatie, maar ook zijn richting kan bepalen, puur en alleen op basis van die twee GPS modules op het moment dat je de RTK gebruikt. En daardoor heeft hij dan geen kompas meer nodig om zijn richting te bepalen, wat ervoor zorgt dat het toestel niet meer gevoelig is voor magnetische storingen. Daarvoor is het dus wel noodzakelijk om een RTK-correctiesignaal zoals drone RTK te gebruiken om daadwerkelijk de RTK te kunnen activeren. Het is niet iets wat in het toestel zit en gewoon standaard werkt zonder enige uitbreiding. Een ander verschil van de FPV-camera is dat hij een stuk lichtgevoeliger is geworden, zodat hij wat beter geschikt is voor het gebruik in donkere en nachtelijke omstandigheden.
En uiteraard heeft de camera zelf aan de voorkant ook een enorme upgrade gehad. Die camera aan de voorkant is eigenlijk een afgeleide van de camera die we kennen van de Ronin 4D. Dat was de DJI X9 camera. En dit is de X9R. Qua sensor en chip en dingen is het dezelfde camera. Het verschil tussen de camera van de Ronin 4D en de R zit hem in het feit dat deze R-versie een wat compactere gimbal is die wat minder te verstellen is. Daardoor is de R-versie enkel geschikt met de standaard DJI lenzen, dus die 18, 24, 35 en 50 die ik eerder noemde, waar de gewone X9 die op de Ronin 4D zit iets meer verstelmogelijkheden heeft, waardoor daar ook nog een paar derde partij lenzen op passen. Dat is dus iets wat op de Inspire 3 niet kan. De lenzen van DJI zelf, die zijn wel gewoon uitwisselbaar met de Ronin 4D. Dan hebben we nog een belangrijke functie die je hier niet zo heel erg goed ziet. Maar de Inspire 3 die heeft een aansluiting voor timecode sync. En wat je daarmee kunt doen op het moment dat je een productie met meerdere camera's draait, die je op basis van tijdcode gesynchroniseerd hebt, dan kun je die tijdcode één keer aansluiten op de Inspire 3, zodat hij die synchroniseert. En dan houdt hij die tijdcode intern in het toestel. En op die manier kun je dus voor de shoot de tijdcode van de camera's en de Inspire gelijk leggen. En zorgen dat in de edit qua tijdcode alles gelijk loopt, wat dat vele malen makkelijker maakt. Dit was even in grote lijnen een eerste blik op de DJI Inspire 3 en wat daar allemaal bij zit. Nou, mocht je nou meer over die DJI Inspire 3 willen weten of er wellicht eentje willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op dronan.nl of in onze winkel.